Among Us met mods. Dit keer de Jester mod, waarbij het je doel is om mensen jou eruit te laten voten. Als je dus de paarse Jester roll krijgt, is het de bedoeling dat mensen jou eruit stemmen en dan win jij gewoon automatisch de game. Er is echter ook nog steeds natuurlijk kans om imposter te worden en ik dacht, ik ga een meesterplan bedenken voor als ik imposter word. Ik maak, voor in het geval dat ik zus word, een speciale PowerPoint om te laten zien dat ik het echt niet ben. Dit kan gewoon niet fout gaan. Toch? Die kun je, als je killer bent, dan bestouw je niet meer. Maar... jammer. Is een task faken. Ja, 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 ja. Leuk. Oké, okay, killen we Siri hier. En wat we dan gaan doen is omlopen, zodat we in ieder geval niet zus lijken. En dan gewoon een beetje, eventueel, dat als iemand er is. Ja, eigenlijk hier lopen we rustig even met nog place mee. Doen we dit zo. En dan... oh, Siri hier. Siri ligt auto voor de wires. Ik liep samen met Ryan en Erwin naar beneden. Ja. Ik heb instant lights gefixt trouwens ook, dus... ja, ik okay, heb het vlees uit lights gefeliciteerd. Gehaald. Like. Michael, wie heb je gestemd? Is Buk. Oké. Okay. Op zich best een goeie, ja. Joost nee, maar... heeft hem ziek gecatcht. Even hier buiten. Oké, je liep met Erwin en Puck naar beneden, of waren die al? Met Erwin en Ryan. Ze liepen achter mij aan, dus daarom was ik de eerste. Ik kan vrij weinig rennen van deze hele ronde. Je bent gebrainwashed, hoor. Ik ben gebrainwashed. Trouwens, stem mij, want ik ben stil. Oef, ja! Oké! Foto! Ja, ik denk dat het Erwin is, maar ik skip op 7. Ik heb geskipt inderdaad zo. Oké, nu gaan we wat kills maken. We gaan gewoon even, hey Rudy, we gaan even Rudy killen hier. Oké. En ja. Oh shit. Oké, Ryan staat op het dit is al vreemd. Oké, nee, jongens. Nee, jongens. Het moet dan wel Ryan zijn. Jongens, wacht. Stop. Ach, ik heb even, ik ben nu mijn beeld aan het delen in Discord. Oké, luister. Ik heb hier. Luister, ik ben niet de imposter. Waarom ik niet... dit is waarom ik niet de imposter ben. Luister. Ik deed al mijn tasks. Ik heb namelijk... ik heb alles gedaan. Ik heb zelfs medscan... ik kan het niet fullscreenen. Kutzooi. Ik heb zelfs medscan gedaan. Heel goed. En mijn naam is Wit. Ik bedoel, dat betekent dat ik niet imposter ben, toch? Klik om tekst toe te voegen. Dat is ook wel logisch, toch? Ja. En ik heb Joost zien venten! Nee, dat is niet waar! Joost zag ik venten! Ik zag Joost venten! Zijn er nog vragen? Nou, luister, misschien... mooie PowerPoint, ik stem op Joost! Ja, daarom dacht ik van, ja, weet je... ik heb ook... ik vond het wel... heb je ook een... ik vond het wel een moet ik zeggen. Je hebt sowieso op Joost gestemd. Hey, het is Ryan. Ik heb op Joost gevent. Ryan, op wie heb jij gestemd? Ik heb op Joost gevent. Gevent? Gevent. Wow! Op Joost! Joost, op wie heb jij gestemd? Jij killer. Vuile killer. Ik heb op mezelf gestemd, Erwin. Want ik zeg gevent. Oké, dat is vervelend. Nat Vlees, op wie heb jij gestemd? Geef hem geen info. Ik heb op jou gestemd. Ik sowieso, Mike. Geen zorgen. Ik heb op jou gestemd, Erwin. Op mij gestemd? Ja. Maar dat is raar. Als all jokes aside, ik heb gewoon op Ryan gestemd, want hij stond letterlijk op de body. Ik heb Mike gestemd. Nee! Ik heb Joost gestemd, ik vond het overduidelijk. Nee, hier, dit! Oh! Dit is een god! Dit is een shit! Kut op! Dit wordt een video! Hoppakee! Dit is heel jammer voor jullie, baby! Nee, hij is de Jester! Hij was de Jester! Oh my god, cast! Nee! Oh my god, nou Joost, dit is ook een video voor jou! Luister. Oh my god, dit. What the fuck, gast? Het grappige was dus, ik zei dat ik op mezelf stemde. En toen dacht ik ineens van, shit, nu verpest ik dat ik de Jester ben. Toen heb ik het nog gesaved door te zeggen, all jokes aside, ik stemde op Ryan. Oh, dit is zo, dit is de biggest plot twist, gast. Het ziekste nog als Erwin op Ryan had gestemd, yes. Had ik gewonnen. I won by memes. By the way, yeah, it's worth it. There we go again. De laatste game! Ik ben legitimately echt heel, heel benieuwd en bang en... hè? Omdat ik Mike op Fighters op dood zie gaan, ik ben gelijk naar de button gerend. Dus Mike is net dood. Waar is iedereen? Oh, oké. Okay. Oh, op die manier kunnen we dan uitschrijven. Ja, dat is goed. Ja. Joost en Isa zijn het dan denk ik niet.
Nee, wij waren met z'n drieën. Waar waren we? Bij Lights. 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 Daar staat dan net buiten. Net buiten. Siri. Wacht, waar? Ja, ik zag Siri, je liep met mij mee volgens mij. Nee. Ja, ik was... ik liep gewoon een beetje die richting op, maar ik dacht, ik ga Lights niet fixen. Ah, oké, nee, maar Rudy en Shanna waren ik dus met telescoop en nog één, maar Isa, was met jullie of wat? Met Joost. Ik vouch Isa en Joost nu. Ryan, was jij? Voor deze ronde. Ik was in de buurt van storage en zo. Was je alleen of niet? Ja. Erwin? Kan Rudy trouwens niet vouchen, ik zie hem ik sta, bij de light note. Bij, even kijken, het is bij lab daarbuiten. Ik zag, ik zag het hoofdje van Ryan uit lab lopen, maar dat weet ik niet zeker. Nee, wat? Nee, Ryan trouwens... was niet... Wat? Die zag ik dan uit lab. Er kwam iemand misschien, uit lab lopen. I don't know. Ryan's verhaal klopt niet. Shanna en Rudy kunnen elkaar niet houden. Ik had Kees, linkertask en ik stond bij dat light ding. Bij die maze. Ryan, pak die PowerPoint er weer eens bij. Dit is gewoon niet... Aan welke kant van storage stond jij dan? Eén persoon hebben we nog niet gehad, toch? Ik, aan de linkerkant. Nog even als extra context dus. Het is de bedoeling dat ik dus een beetje suspicious overkom. Alsof ik de killer ben. Mensen moeten mij er natuurlijk uit willen foten. Mensen moeten denken dat ik de imposter ben. Want als ze mij eruit foten, dan win ik gewoon. Moet ik wel zeg maar tasks doen of niet? En ik weet het dus niet. Theorie niet, right? Ofwel. Ik wil gewoon blijven leven. Oh. Oké, ik ga doen alsof ik dus deze boarding niet gezien heb. En ik ga dus doen... Ja, mensen moeten denken dat ik dus de imposter ben. En dan gaan we een beetje... Ja, gaan we even lights fixen. Hier heb je iemand gezien. Oh, oké. Okay. Jongen. Oh no, hij was nog zo jong. Wie is dood? Wie is Joost, nee! Joost ligt buiten bij Electrical, zeg maar, voor de deur. Oh nee, Joost. Dan sus ik hierbij niet 100%, maar ik sus wel Ryan, want die kwam later bij Lights. Ik was al... Ja, oké, okay, maar... Dit kan niet zijn geweest. Nerveus lachje. Maar de deur is dicht van Lights, toch? Ja, maar nee, want wij staan in Lights nu. Dus ja, ik weet... Ik sus Ryan, maar ik weet niet... Maar nee, maar ik was het dit keer niet, nee. Sorry? Stond hij op Lights panel? We staan nu ik heb Lights proberen te fixen. Later. Waarom zou Ryan daar killen en dan op Lights panel gaan staan? Dat is gek. Jester. Omdat, ja, weet ik niet. Omdat hij dan niet gesust wordt of zo. Ja, dat deed ik niet. Hij was ook even. Jullie zeggen toch dat hij later kwam? Siri, jij kan Isa vouchen. Misschien 3-4 seconden later of zo. Ja, ik ben Puck of Ryan, toch? Ik kan niet. Het is Puck of Ryan. Ik ben een specimen. Letterlijk, waarom... Nee, maar waarom zou ik dat doen? Dat letterlijk... Nou goed. Kan Puck niet. Ik ben eerst bij Lights geweest. Puck specimen. Jullie zijn nu een specimen. Onthoud dit even dan. Ik ben niet een specimen, maar ik kan ook nog Jester zijn, hè. Rolly is de enige die ik vertrouw. Oeh, ik moet het zo vrij en vreemd, zeg maar. En het gaat zo te zien best wel goed, want... Ik ben Jester, dus ik moet zeg maar... Okay. Mensen moeten eruit vallen. Erwin, voordat je wat zegt. Erwin, oh. Ik schrok even. Ik dacht even dat ik zeg maar dat ik mezelf unmuted had. Maar dat mag op een idee. Wat als ik nou daadwerkelijk dus doe alsof ik fake zeg maar mijn microfoon open heb staan per ongeluk. En dan zeg van, oh, ik ga die en die killen. Dan denken mensen van, wow, hij heeft per ongeluk zijn microfoon. Ja, ik dacht we gaan het gewoon proberen. Ik ga gewoon even Rudy zo makkelijk killen. Gast, ik hoor je gewoon! Laat hem uitpraten. Ryan is Jester. Nee, het was te proberen, jongens. Sorry. Dat is gewoon mooi. Je liep langs een body. Oh ja, fuck, dan moeten we erbij gaan staan, hè. Oh, daar gebeurde flink veel. Oké. Ik liep zeg maar net Electrical uit en toen liep Erwin naar binnen en toen zag ik in één keer dat halve kastje van Rudy. Dat kan niet, ik zit in labs. Nee, dat kan wel. Of het is Ryan en ik ben kleurenblind, ik heb het dan. Nee, ik zit in labs. Nee, wat? Ik ben uit lights gelopen, ik ben naar rechts gelopen, ik zit in labs. Erwin, heb je mij daar gezien of niet? Ik heb je dat niet gezien. Ik weet het serieus niet. Ik wil checken. Ik heb Isa wel ook gezien, maar... iets met labs. Ja, ik ga met mijn gut feeling. Oh, ik weet het niet! Ik ga 100% op Isa. Jongens, het was Ryan. Wacht, waarom ga je Ryan? Ik heb mijn bril op. Omdat ik al meteen dacht dat het Ryan was, maar... Ja, Ryan is de Jester. Zou ik... de Jesters kunnen zijn? Oh, nee. Nee.
wie heeft op Ryan gevoten? Kaboom! Ikzelf! Ik zei het nog vorige ronde. Hij kan ook nog Jester zijn. Waarom mensen in zijn studio mute om te zeggen? Ik wil één ding weten. Eén ding. Hoe kunnen we dit binnen 10 seconden bepaald hebben terwijl ik voor Isra haar neus werd gekild? En anderen. Ja, ja, staan. Maar het was inderdaad dat unmuten. Dat was ook al het meteen door gewoon. Nee, maar hoe kun je daarin? Ja. Maar weet je waarom ik het door had? Omdat ik zelf net dat zat te bedenken. Van wat nou als je als Jester zijn en jezelf unmute om te zeggen dat je iemand gaat killen? En toen deed ik het! Great minds think alike! Hey, ik wil even laten weten dat ik deze video om 4 uur 's nachts heb zitten editen. Ik wou hem zo snel mogelijk eigenlijk klaar hebben, want dit is dus daadwerkelijk gisteren gebeurd. Dus als je wil, een likeje zou echt super, super nice zijn. Alvast heel erg bedankt.